Het is een jaar geleden dat Mitch Henriquez is overleden. Dus is er vandaag een herdenkingstocht en wordt er gedemonstreerd tegen politiegeweld. Mevrouw, waarom loopt u mee? Mevrouw, waarom loopt u mee? Niet? Ik praat niet met jullie. En waarom niet? Wat willen we? Gerechtigheid! Wanneer? Nu! Meneer, waarom loopt u mee? Ik ben er niet. U bent er niet? Nee. Sterker nog, u loopt met een groot doek, meneer. Ja. Meneer, waarom loopt u mee? Nee. Geen gauw hoer met jullie. Rot op. Ik wil alleen een vraag stellen, meneer. En ik hou niet van jullie. Jullie mede met mensen. Rot op, zeg. Om niet direct zo agressief te worden, meneer. Mevrouw, is dat nou nodig? Meneer, blijf er toch eens gewoon vanaf, joh. Wij mogen hier gewoon komen. Mensen, je ziet toch toch... Ja, maar dat is een openbare weg. Dit is nieuws en daar maken wij verslag van. Zou je wel van onze spullen willen afblijven? Hallo? Blijf er toch vanaf. Je moet van onze spullen afblijven. Dan gaat je geen flikker aan wat ik hier doe. Ik ben voor mezelf bezig en dan gaat jou niks aan. Dan wens ik u nog een fijne wandeling, meneer. Zo. Waarom loopt u mee? Sorry? U loopt niet mee? Niet in de demo lopen. Wil je mij niet aanraken? Ik raak je niet aan. Gewoon normaal doen. Gewoon normaal doen. Klachten over u, dat u een agressieve manier van interviewen heeft. Oh, dat is toch gewoon persvrijheid. Ik stel gewoon wat vragen aan deze mensen. Dat is nieuws en daarom ben ik hier en ik stel wat vragen aan deze mensen. Ik heb verder geen commentaar. Ik heb u gezegd wat ik van u verwacht. Heeft u gezien dat ik ze agressief benader? Nee, dat dacht ik al. Op de andere kant klopt de kook. Dat komt er. Zou je eens even aan de kant willen gaan? Nee, ik mag hier gewoon staan. Je mag hier staan. Wil jij van mij afblijven? Ik vind je heel mooi. Wil je van mij afblijven? Oké, nee, maar zou je even kunnen weggaan? Nee, en wil je van mij afblijven? Ja, oké, dan blijf ik van jou af. Ga jij. En ik blijf hier, dankjewel. Oké. Hey, hey, ho, ho, racist media got to go! Hey, hey, ho, ho, racist media's got to go! Meneer, over welke media hebben we het dan eigenlijk? Waarom loopt u mee? Ik loop mee omdat ik Mitch Henriquez wil herdenken. Maar ook omdat ik het etnisch profileren in Nederland echt niet kan accepteren. Daarom loop ik mee. Ik kan alleen maar constateren dat het onderzoek nog steeds loopt. En dat het nog een jaar lang al loopt. En dat er nog steeds geen onderzoek uit is gekomen. U wordt toegesproken, mevrouw. Ik word toegesproken, maar ik spreek u ook toe. Netjes van u, dank u wel. Op kant. Ja, doe even normaal. Op kant. Doe normaal. Ja. Op gek. Op kant. Doe normaal. Weg van mijn camera, man. Zeg niet zo'n beveiliging, Pikkie. Sorry? Dan moet je eens ophouden en gewoon van me afblijven. Sorry? Hallo? Wat vindt u ervan nou, dat wij als media met... Ja, geweld naar ons toe krijgen en worden bedreigd? Ja, dat vind ik belachelijk en dat vind ik een groot gevaar voor onze democratie. Maar u loopt wel met die mensen nu mee? Ja, ik weet nu in ieder geval wel wie het doen. Omdat dus u bent het niet met deze mensen eens, maar u loopt wel mee? Ik was rustig in gesprek met meneer. Nee, maar je verstoort onze orde. Wij houden ons hier netjes aan de regels. Aan alle gestelde... Nou, meneer was het niet helemaal eens met jullie standpunt. Nee, dat maakt niet uit, maar je verstoort wat jij doet. Dat wekt weer andere dingen op. Dat geschreeuw van u, dat verstoort de orde. Zal ik mijn megafoon weer voor je pakken, voor je andere oor? Vorder nu even dat je rustig moet houden. Maar wat doe ik dan wat niet goed is? Dit is toch gewoon persvrijheid? Persvrijheid, ik snap je bewegingen. Alleen je bent op dit moment dusdanig aan het provoceren. Ik ben aan het provoceren. Wat doe ik dan? Oorden aan het verstoren. Meneer, wat doe ik dan? Nogmaals, voor de laatste keer heb ik je bij deze gevorderd rustig aan te doen. Gedraag je net zoals alle andere persmensen. Je bent de enige die hier zo... Ik ben de enige die vragen stelt. Ja? Ik ben de enige die vragen stelt. Is mijn verhaal wat helder? Nee. Volgens mij was het... Volgens mij ben ik de enige die vragen stelt en dat vindt u blijkbaar vervelend. Over persvrijheid gesproken.